Gegroet, dames en heren. Weet je wat een heel groot raadsel is? De mate waarin dat er geen gebruik wordt gemaakt van de hypnose. Hypnose is fantastisch, niet alleen voor het oplossen van eventuele problemen waar je mee zit, zoals drankzucht of rookverslaving of gebrek aan zelfzekerheid of vliegangst. Maar ook is hypnose fantastisch wanneer je het gebruikt zoals ik het gebruik. Namelijk, ik ben toevallig iemand met op het moment weinig psychische hindernissen, maar ik ben gewoon creatief nieuwsgierig naar het proces van hypnose en ben daarom naar het hypnosecentrum gegaan voor ondertussen al 3 sessies, op mijn gemak, met veel tussentijd. Gewoon om mijn eigen ziel te verkennen en zo te ontdekken dat er nog allerlei potenties zijn die tot dusver ongebruikt zijn gebleven. Dus dankzij de sympathieke, vanzelfsprekende hypnosesessies die mij werden aangeboden door het hypnosecentrum, is er eigenlijk een rijkdom in mijzelf naar boven gekomen die daar al door onontgonnen lag. Daar ben ik erg blij om. Dus ik zou zeggen, stop met het onderschatten van de kracht van deftige hypnose. De hele wereld zou volgens mij ongelooflijk veel optimistischer en vriendelijker zijn als iedereen hier aanwezig heel af en toe is zich gehypnotiseerd liet worden. En zo in een natuurlijker, directer contact met zijn eigen onderbewuste drijfveren zou kunnen komen. Dus daarvoor dient dit filmpje om te zeggen, maak gebruik van het aanbod dat uniek is van het geweldige hypnosecentrum dat je kan terugvinden onder die naam op het internet. En voor mensen die twijfelden, inderdaad, ik ben Don Vitalski, de gekende dichter.